Nou, John, dank dat u ons wilt ontvangen in uw huis. Zoals ik ook al gemaild had, het ADNG geeft een reeks boeken uit met grondleggers van de psychologie, de onderwijskunde en de pedagogiek. Bij die reeks doen we ook een oral history project waarin zo'n 20 à 25 emeriti hoogleraar psychologie geïnterviewd worden over hun carrière. We beginnen altijd met de vraag, u bent uit 1935, geboren in Utrecht. Kunt u iets schetsen van het milieu waarin u grootgebracht bent en wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat u psychologie bent gaan studeren? Oké. Ik kom uit een familie van wat tegenwoordig ondernemers heten. Mijn vader noemde zichzelf nog koopman, maar goed, ondernemer. De familie Michon, want er waren dus twee families, familie Michon, familie de Ruiter. Michons hadden een bouwstoffenhandel. In die tijd heette die nog de asbestcementhandel, maar dat is later dus veranderd. Ja. De familie de Ruiter, moeders zeiden, mijn grootvader had een groothandel in glaswerk. En die heeft onder andere miljoenen jampotten aan de Betuwe, een flipje, geleverd en zo. Dus dat waren redelijk grote middenstandsbedrijven eigenlijk. Niet personeelsrijk, maar goed. Ik ben de oudste zoon van mijn ouders, 35 geboren dus. Ik heb later twee broers gekregen, grote tussenpozen. Ik zit steeds 6 jaar tussen, dus ik zat al op het gym toen mijn jongste broertje geboren werd. Ja. Ik denk dat ik al vroeg besmet ben geweest met de soort eigenwijzigheid die je van een hoogleraar uiteindelijk verwacht. Want sommige van de kennissen van mijn ouders, die dichten mij toen al professorale trekken toe. Vanwege de verstoordheid? Of vanwege daar is geen historie bij. Maar mijn vader had een paar vrienden die het tot de hoogleraar gebracht hadden. Kempen bijvoorbeeld, de criminoloog in Utrecht, waar ik later ook nog assistent geweest ben. En naast ons woonde familie Severijn en een van de broers van onze buren was de hoogleraar gereformeerde dogmatiek. En dat was een hele bijzondere man, een grote baard. En als die op bezoek kwam, dan legde de familie daar, de buren legden ongeveer de rode loper uit. Dus dat beviel mij kennelijk wel. Maar in ieder geval, op school heb ik mij wat dat betreft niet helemaal onbetuigd gelaten. In ieder geval leidde dat er al vroeg toe dat ik met mijn vader in het reine kwam over het feit dat ik niet in de zaak zou komen. Vond hij ook best, maar in ieder geval het was duidelijk dat ik na de lagere school, het was een hele goede school, christelijk lager onderwijs, maar waarom zit je op zo'n school? Alleen maar omdat het een goede school is. Huh? Ik moet er ook bij zeggen dat de school nooit geprobeerd heeft, en dat waardeer ik nog steeds in ze, om mij te bekeren. Ik kwam dus uit een niet-kerkelijke familie en dat hebben we altijd zo gehouden. Maar ik ben ook niet naar het christelijk gym gegaan. En dat was mijn eigen keus, want die jongen, mijn vriendjes en zo die daar wel heen gingen, die leerden, het eerste wat ze daar leerden was vloeken. En ik heb een weerstand tegen harde woorden, dus stedelijk gym lag veel meer voor de hand. Ja. Dat is een ideale school geweest. Ik heb als je nou zegt, waar ben je het meest beïnvloed? Dan is dat niet door mijn latere studie, dan is het echt door die school. En daar kan ik heel lange verhalen over houden. Ik heb net al iets in die richting verteld, zal ik nu dus niet meer doen. Maar de saamhorigheid in de klassen was van een dien aard dat je dat je leven lang niet vergeet en dat dat een soort leidend principe blijft. Ja. Ik was daar wel erg beta-achtig. Ik was een van de meest verstokte beta's. Dat kwam omdat ik al vanaf jaar, toen ik 10 was ongeveer, helemaal gegrepen was door sterrenkunde, astronomie. Ik heb dat ook mijn hele schooltijd willen gaan studeren. Ja. Waarbij mijn natuurkundeleraar, een hele
goede psycholoog eigenlijk. Op een gegeven moment zei van, joh, volgens mij heb je een veel te romantische opvatting van dat vak. Wees voorzichtig. Mm-hmm. Nou, daar heeft hij wel gelijk in gekregen, want toen ik het eenmaal aan het studeren was, toen begon er iets te knagen. En wat begon er toen eigenlijk te knagen? De gedachte dat wat er dan in de verte daar gebeurt, ja, eigenlijk veel minder interessant is dan wat er hier binnen gebeurt. Bijvoorbeeld bij sterrenkundigen die proberen om iets zinvols te zeggen over wat er daar ginds gebeurt. En dat is natuurlijk een psychologische vraagstelling bij uitstek. Ja. Dus ik ben begonnen met sterrenkunde studeren. In Utrecht, hè? Je bent ook in Utrecht gegaan? In Utrecht, ja. Sterrenkunde en wiskunde. En na een half jaar, dus tegen Pasen, dacht ik van dit is het niet. Ja. Dus ik heb dat thuis overlegd. Ik zeg, ik wil psychologie gaan studeren. Nou ja, waarom dan? Mijn vader dus vervolgens naar die kennis die ik al noemde, professor Kempen toe. Zeg, moet hij dan niet de rechten bij gaan studeren, want wat is nou psychologie, ja, helemaal? Waarop Kempen in een smakelijk lachen uitbarst en zegt, nou, als psycholoog kan die aanzienlijk meer verdienen dan als jurist. Behalve als advocaat van kwaaie zaken natuurlijk, maar goed, dus ik mocht psychologie gaan studeren. En toen kwam het punt van, hoe vertel ik het Minnaert? Want Minnaert, daar had ik wel contact mee. Maar Minnaert vond het ook prima. Hij zegt, ja, dat lijkt me heel leuk. Maar, professor, heb ik toen gevraagd, mag ik dan het practicum astronomie blijven doen? Oh ja, nee, maar dat was bijzonder interessant dat ik dat wilde. Natuurlijk mocht ik dat. Goed, heb ik 2 jaar sterrenkunde practicum gedaan. En dat is een goede voorbereiding op de perceptiepsychologie. Want je zit dan naar foto's te kijken, je zit naar spectra te kijken en daar moet je dan wat van maken. Ja. Ja. Maar goed, in die tussentijd ging ik dus college psychologie lopen en als bij wonder was het eerste tentamen waar ik mee geconfronteerd werd, tentamen geschiedenis van de experimentele psychologie. Ja. De dikke pil, buitengewoon interessant, van Edwin Boring. De schrijver zal misschien nog bekend zijn. En daar stond een groot hoofdstuk in over de oorsprong van de experimentele psychologie. En die oorsprong was een conflict tussen de Astronomer Royal, Maskelyne, in Engeland in 1795, die herrie kreeg met zijn assistent David Kinnebrook en die daarom de assistent ontsloeg. Althans, gedeeltelijk ontsloeg, want de man kon wel rekenen, die assistent, ja, maar kijken kon hij niet. Want wat moest de astronoom in die tijd doen in Greenwich? Kijken wanneer bepaalde sterren door de meridiaan gingen en dan kon je de klok erop gelijk zetten. En als daar een verschil tussen baas en knecht is, dan weet ik wel wie de laan uit moet. Dat was dus de knecht. Nou, dat is eigenlijk het probleem van, is onze perceptie onmiddellijk of is daar tijd voor nodig om dat informatie, ik gebruik nou moderne termen, maar omdat informatie die binnenkomt verwerkt moet worden. En als je een standje hebt gehad, dan ga je extra goed kijken, wacht je extra lang tot je zekerheid hebt over wat er gebeurt. En dan zeg je, ja, die ster komt nu door die draad in die kijker, door het midden van die kijker heen. Nou, dat is het probleem waar die Kinnebrook mee geconfronteerd werd, dus die verdween. En dat is pas 20 jaar later ongeveer door een Duitse sterrenkundige, Bessel, zeer beroemd man, verder uitgewerkt. En die heeft daar een experiment over gedaan en vervolgens is het in 1868 bij FC Donders, de bekende, ja, FC Donders, de bekende Utrechtse FC Donders, oftalmoloog en fysioloog, uitgewerkt tot de methode van de reactietijden, die nog steeds, ja, eigenlijk aan de basis ligt van alle reactietijdonderzoek, dat psychologen ooit gedaan hebben.
En dat kreeg ik dus als eerste op mijn bordje, omdat ik er een tentamen over moest doen. En toen dacht ik, nou ben ik thuis en dat is ook altijd zo. Maar u kwam met een nogal exacte belangstelling vanuit de sterrenkunde in de psychologie terecht. Ja. In die tijd, halverwege jaren 50, was volgens mij de fenomenologie... Die was oppermachtig. Oppermachtig. Ja. Wat voor herinneringen heeft u daaraan? De eerste herinnering die ik heb is dat fenomenologie vooral iets was voor dames in gebloemde jurken met knotten op hun hoofd en zeer oude fietsen. Want die wilden allemaal de colleges van Buitendijk lopen. En dat is mijn herinnering dus, die colleges, nou ja goed. Dat was ook zo. En waar kwamen die dames vandaan? Voor een deel waren dat oudere studenten. Ja. En voor een deel waren dat gewoon, hospitanten of liefhebbers. Ja, ja. De rector van mijn school was ook dol op Buitendijk, dus die liep die colleges ook. Ja. Buitendijk was een begenadigd spreker, ja. Maar die kon dus ook 3 kwartier lang over niets praten. Ja, bij de inval in Hongarije, Hongaarse inval, 56. Ja. Heeft hij gloedvol, hij gaf college die dag, net over het nieuws gehoord, een enorm verhaal over menselijke vrijheid en ontmoeting en dergelijke. Het woord ontmoeting was hem in de mond bestorven. En wij hadden van tevoren gevraagd, mogen we dat opnemen en dan naar de Sol Justitiae, het universiteitsblad, sturen. Want dit is belangrijk. Vond hij ook, mochten we opnemen. En dat hebben we dus uitgetypt en opgestuurd naar Sol Justitiae. Ik heb het toen later nog eens een keer gelezen, maar er staat helemaal 0,0 aan informatie in. Het is gewoon een bevroren emotie, een gestolde emotie, laat ik het zo zeggen. Ja. En daar was de man ongelooflijk sterk in. En ik denk dat heel veel fenomenologen, en tegenwoordig postmodernen, die kunst van het stollen van emoties eminent beheersen. Goed, maar Buitendijk was verder best een aardige man. Maar dat maakte je dus mee. En het feit is dat ik, er was een tentamen statistiek. Ja. Dat stelde ook niks voor. Nou kwam ik dus uit een beetje wiskundig milieu dan. Dus ik heb dat in een weekend heb ik dat boek doorgenomen en ik heb dat tentamen gehaald. Dus ik heb de rest van die tentamens ook gehaald. Je kon dus het eerste jaar psychologie doen in 2 maanden, 2,5 maand. Ja, laten we daar geen doekjes om winden, dat stelde niet vreselijk veel voor. Maar wat vond u dan zelf van die fenomenologie? Want die was heel dominant. Daar heb ik buitengewoon weinig boodschap aan gehad. Er is 1 fenomenoloog waar ik betrekkelijk grote eerbied voor heb. Dat voert misschien wat ver, maar dat is iemand die geprobeerd heeft om de perceptie, alles wat er experimenteel over perceptie was, om dat in zo'n fenomenologisch kader te passen. Merleau-Ponty in het verte. En Merleau-Ponty wil ik nog wel eens een keer lezen. Het gaat steeds moeilijker. Nu nog altijd? Ja, nog altijd. Ja, 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 ja. En ik kan dat nog makkelijk lezen, omdat ik, dat laatst in het Frans. Ja. Maar ik heb dus al lezende gewoon een uittreksel gemaakt in de bovenmarge. Ja. Dus als ik de kluts kwijtraak, en dat is dan niet vanwege het Frans, maar vanwege de inhoud, dan kan ik altijd terug naar mijn uittreksel. Maar ter geruststelling, als jullie het ook nog willen proberen, een jaar of 8 of 10 geleden is er van Phénoménologie de la Perception een keurige Nederlandse vertaling verschenen. Echt de moeite waard als je daarin wil verdiepen.
En dat is ongeveer de enige die het echt begrepen had, vind ik. En heeft u tijdens uw studententijd niet getwijfeld om bijvoorbeeld over te stappen naar Amsterdam, waar ADE, de grote CV's en Duiker toch meer... Nee, dat heb ik niet gedaan, omdat... eerst ging ik dus die klinische kant uit, net als iedereen eigenlijk. Yeah. De algemene psychologie deed, we hadden jaren van 30 studenten ongeveer. Als er daar eens eentje was, die Joost Zwaan bijvoorbeeld, die heeft dat gedaan bij, denk ik, ook zijn klinische opleiding. Iedereen ging klinische en industriële psychologie doen, yeah, of kinderpsychologie. Dus was van Lennep. Of Langeveld. Ja. En jullie liepen ook stage bij het ISIP en zo? Ik ben er ook assistent geweest. Ja. Daar gebeurden dus wel wat dingen. Als je nou het over breukpunten ziet. Ik dacht een beetje de industriële kant uit. Een beetje ergonomisch en dergelijke. Maar het was dus eigenlijk toch wel veel klinisch. Een van de dingen waar ik een tikkeltje op afknapte was het rollenspel. Als aankomende klinicus moest je onderdompelen in rollenspel. En ik heb mij altijd betrekkelijk ongemakkelijk gevoeld bij rollenspel. En dat is geen goed teken als je een carrière... Waarom was dat zo? Dat weet ik niet. Ik denk dat ik te afstandelijk ben en te weinig, invoelend om overtuigend... Een geflipte hystericus na te doen op het toneel. Dat kon zo'n opdracht zijn. Je moest je verdiepen in het gedrag van een hystericus. Neem als bedreigend voorbeeld Hitler bijvoorbeeld. Als je die probeert na te doen op menselijke schaal... dan kun je ongeveer voorstellen wat je moet doen als je een geflipte hystericus moet beelden. Ja. Maar dat lukte mij niet echt naar eigen bevrediging, hoor. Tweede was dat wat mij aan het aarzelen zette, was dat ik merkte dat bij mijn stage die ik in de Ursula-kliniek liep bij Joost Bremer, later hoogleraar in Maastricht, dat hij mijn rapporten, we waren allemaal psychiatrische patiënten die we moesten testen en dan werd er een rapport uitgebracht, dat hij de tekst van mijn rapporten eigenlijk bijna ongezien tekende en dan doorstuurde naar de psychiater of waar hij het naartoe moest sturen. En toen heb ik gedacht van, ik heb misschien een beetje smakelijke stijl van schrijven, maar dat maakt mijn rapporten niet dieper. Ik zit hier tenslotte voor een stage, dus ik wil wat leren. En als mijn rapporten zo goed bevonden worden dat de supervisor daarmee uit de voeten kan, dan wat is dan die psychologie waard? Dus ik ben toen eens een keer bij Linschoten terechtgekomen. Die was buitengewoon enthousiast. Die zei, ik heb een assistentschap voor je en dan ga je experimentele doen. En als je dan 40 bent, dan verdien je net zoveel als een kolonel. Hij dacht aan een hoofdmedewerker of iets dergelijks. Hij zei, maar je zou ook wel eens een keer kunnen gaan kijken bij Bouwman in Soesterberg. Het Instituut voor Zintuigfysiologie. TNO. Van TNO. Ja, ja. Want die wil ook wel eens een keer iemand... hebben. Dus dat heb ik gedaan. Maar daar had Utrecht al goede banden mee. Daar had Utrecht, Linschoten had. Linschoten zelf had er. Ja, Linschoten zelf ook. Ja. Maar daar was Joost Zwaan was daar uit Utrecht gekomen. Verder eigenlijk niemand in persoon, in persoon. Maar ik kon dus inderdaad daar snel terecht. Ik ben daar, dat werd uw eerste baan? Dat werd mijn zelfs voor die tijd. Ik ben dus al als assistent, een paar maanden ben ik assistent geweest, want Bouwman wou mij meteen hebben toen ik daar was. Ja. Het was buitengewoon chagrijnig toen ik kwam. Hij had mijn zogenaamde experimentele scriptie ook gelezen. Dat had iets te maken met
Ja, de manier waarop mensen de dimensionaliteit van misdrijven, het was een beetje door Kemper Pomper geïnspireerd. Maar het had een artikel in ACTA opgeleverd, dus ik was er persoonlijk erg blij mee. Maar dat lag op zijn bureau en hij pakte dat tussen duim en wijsvinger en hij zei, noemt u dat experimentele psychologie? Dus ik ben toen 5 minuten of 10 minuten bezig geweest om dat stuk te verdedigen als zijnde experimentele psychologie. Nou, toen ontdooide die. En hij was op het laatst zo vriendelijk dat hij mezelf naar de bus gebracht heeft. Met de auto, dat was 5 minuten lopen hoor, maar hij moest mij wegbrengen. Hij zei, ja, het bezwaar van Linschoten is eigenlijk, hij stuurt jullie en dan na een paar jaar, als je het vak geleerd hebt, dan haalt hij je terug. Ik zei, ja, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen, dus dat neem ik voor kennisgeving aan. Maar goed, een dag of 3 later, 4 later was er een brief of ik nog eens wilde komen praten. En of ik dan dus tot mijn afstuderen, dat zou in mei zijn, of ik dan al eerder kon komen. De reden daarvoor was dat ik ingeschakeld werd, was mijn eerste grote onderzoek in een joint venture met de Engelse admiraliteit. Die hadden ook zo'n soort IZF-achtig instituut. Er kwam eerst een Engelsman uit dat instituut naar Soesterberg. En daar heb ik dus een boel van geleerd. De jongen was heel sterk in statistiek. Maar wij deden dus een experiment over radarwaarnemers en perifeer zien. En we hebben dus 4 maanden in het donker gezeten, naar pipjes, lichtjes kijken en elkaar steeds als proefpersoon gebruikt. En ik ben vervolgens een 1/2 jaar, 3/4 jaar naar Engeland uitgezonden. Ja. En dat betekent dat ik pas veel later in dienst ben gegaan, want anders had ik als luitenant, je mocht alleen maar als luitenant, dienstplichtig luitenant, het land uit. En ik was nog geen luitenant, ik was zelfs geen vaandrig. En Defensie wou mij niet van de ene dag op de andere luitenant maken. Gaf niet, want ik was nog niet in Engeland. Of ze zei, ja, dat experiment gebeurt in een establishment. Zo'n schip op land, zal ik maar zeggen. En daar hoort een civiele rang bij. Wat is een civiele rang? Dat is geen uniform. Maar als je een uniform aan zou hebben, iets zonder krul. Maar wel met het vereiste strepen. En wat kreeg ik? God beter. Was 2 dikke strepen met een dunne ertussenin. Dat is luitenant der eerste klasse. Luitenant ter zee der eerste klasse. Landmachttermen is dat majoor. Dus ik was geen vaandrig, ik was geen tweede luitenant, ik was majoor. Althans, dat betekende dat ik ook als majoor behandeld werd. Ik kreeg een oppasser die 's ochtends mijn schoenen poetste en mij een kop thee, om 7 uur een kop thee verstrekte. Ik ben 2 weken bezig geweest om die man te bewegen, geen melk in die thee te doen. En toen hij het begrepen had, was de tijd dat ik daar moest doorbrengen was voorbij. Dus ik heb 2 weken geleden onder melk met witte puntjes, thee met witte puntjes. Maar dat was een hele leuke tijd. En de leider van dat instituut, Edward Elliot, als je nou ergens door een collega beïnvloed bent, dan is het Edward Elliot. En dat was, omdat die man was een 1000-kunstenaar, een hele bescheiden man, maar 1000-kunstenaar, die kocht af en toe zo'n afgetrapt cottage, knapte dat dan op en als het klaar was, na 2 jaar, dan verkocht hij het weer. In die tussentijd leidde hij dat instituut op een zodanig voortreffelijke manier dat toen ik kwam waren er 5 medewerkers en dan was het net aan het uitbreiden. Ze hadden hem eerst willen opheffen, maar hij had laten zien dat hij geld kon verdienen voor de admiraliteit. Dus toen ik wegging, 1/2 jaar later, toen waren er 15, had er gewoon 10 mensen bijgekregen. Maar in die tussentijd bouwde die ook nog klaversymbols. Professionele klaversymbols die door klaversinisten werden gekocht. Het mooiste voor mij was dan dat hij bij het eerste gesprek zei, je spreekt voortreffelijk Engels. Dat kwam omdat ik een hele goede Engelse leraar had gehad. Maar je idioom, daar rammelde wat aan.
Vind je het erg dat ik je de komende 2 maanden overhoor, nou niet overhoor, maar dat ik op iedere slak zout leg? Ik zei, nee, het lijkt me heerlijk. Dat heeft hij gedaan en sindsdien heb ik met het Engels ook idiomatisch absoluut geen moeite meer. Dus. Nee. En dat, man is inmiddels geruime tijd geleden overleden, maar ik ben Edward Elliot buitengewoon dankbaar. U heeft allemaal al zo ongeveer 13 jaar gewerkt bij TNO? Ik heb 13 jaar. Ik ben in 60 begonnen. En in 1973 heb ik definitief de deur daar achter me dicht getrokken. Want daar deed u toegepast experimenteel onderzoek. Trok de wetenschap ook wel? Of heeft u wel eens getwijfeld van, nou, ik blijf mijn hele arbeidszame leven juist in de ergonomie, de toegepaste psychologie werkzaam? Nee, het sprak vanzelf natuurlijk dat het toegepast moest zijn. Ja. Maar Bouwman was wat dat betreft ook buitengewoon inspirerend. De eerste, je deed een onderzoek, je deed nog een onderzoek. En als je dan dat tweede onderzoek dat goed liep, dan moest je ook naar vergaderingen. Vergaderingen met een heleboel goud om de armen. Het was een instituut van de Rijksverdedigingsorganisatie. Ja. En als dat allemaal goed ging, dan kon je bij Bouwman geen kwaad meer verrichten. Maar hij stond erop dat je promoveerde en hij stond erop dat het onderwerp promovabel was. Dus dat dat weliswaar toegepast was, want dat was wat het moest zijn. Maar als je niet kwam met een fundamentele vraagstelling die onder dat toegepaste element, wat je dan moest onderzoeken, als daar geen bodem in zat of geen fundatie, fundering, dan ging dat niet door als promotieonderzoek. En daar was hij buitengewoon strikt in. En zo heeft Sanders, die was de psycholoog die er al was toen ik kwam. Dat was het Kees Sanders? Andries. Andries Sanders had bedacht dat er een functioneel gezichtsveld moest zijn. Toen kwam ik. Joost Zwaan zat er nog tussenin, maar dat was een andere figuur. Ja. Dus die was in dienst van Utrecht en kwam dus gastmedewerker. Kees Sanders zit ook in deze reeks. Kees zat in Amsterdam, voor de geschiedenis en de theoretische. Ja, met hem zijn we dit project begonnen. Oh, oké, het ligt voor de hand. Ja. Maar goed, Leefeld had als opdracht kijken of je... Pim Leefeld. Pim Leefeld. Of je radarfoto's die een omgekeerd perspectief hebben ook kunt zien alsof ze gewoon perspectief hebben. En die is toen op dat binoculaire conflict onderwerp gekomen. Ja. Voor mij ging het om het meten van mentale belasting. Je had fysieke belasting, waar de militairen erg dol op waren. Hè. Is dit zwaar werk of licht werk, fysiek gesproken? Ja. En ze zeiden, kan er ook zoiets ontwikkeld worden voor mentale arbeid? Hè. Een vlieger heeft die het zwaarder dan een munitieschouwer. Goed. Hoe heeft u dat ontwikkeld? Toen heb ik dat ontwikkeld, omdat ik inmiddels dus een brandende interesse in de temporele structuur had van gedrag en cognitie. Toen heb ik gedacht, een zware taak laat weinig ruimte over voor iets anders. Dus bedenk iets wat heel makkelijk in de war raakt, maar toch heel makkelijk is om te doen. Toen ben ik dus op het regelmatig tikken gekomen, ritmisch tikken. En ik heb daar een methode voor het meten van mentale belasting met behulp van regelmatig tikken. Nou, als je iets te doen hebt, dan gaat de regelmaat die gaat verloren. En mijn vraag werd dus van hoe kan iemand een ritme volhouden? Een drummer kan, als hij een half uur moet drummen, komt hij niet op 1800 slagen, dus seconden slagen, maar op 1797, 1798. Dus zeer nauwkeurig. Ja.
kan dat. Maar als je wat te doen hebt, wat anders te doen hebt, dan gaat die nauwkeurigheid die gaat verloren. Dus de vraag is, hoe werkt dat? Ja. Hoe corrigeren wij lichte afwijkingen? Want met een stokje op een trommel slaan, dat is natuurlijk een taak die heel lokaal is. Daar hoef je geen lange adem voor te hebben. Maar daar zitten dus variaties in. En de vraag is, hoe corrigeer je dat? Is dat een plotselinge, eenmalige correctie en dan loopt het weer een poosje? Of corrigeer je continu? En dan kun je dus kijken door de afhankelijkheden, correlaties tussen opeenvolgende tikken te gaan onderzoeken. Kun je kijken of hoe dat systeem van regelmatig tikken psychofysisch in elkaar zit. En dat is het onderwerp van mijn proefschrift geworden. Ja, ja. En eigenlijk ging alle onderzoek in Soesterberg een beetje die kant uit. Er werd altijd gezocht naar iets fundamenteels onder de, de toegepaste vraagstelling. En als er een klant kwam zonder fundamentele ondergrond bij zijn toegepaste vraagstelling, dan ontstond er een brainstorm, net zolang tot we een diepere vraag hadden. En zo heeft het IZF zijn naam en faam in de wereld verworven, want het was een van de zeer belangrijke instituten op het gebied van de experimentele psychologie. Ja, ja. Weliswaar sterk human factors georiënteerd, maar toch niet helemaal. Dus. Ja. En je moest van Bouwman ook, behalve in bladen als ergonomics en human factors en zo, ontkwam je niet aan experimenteel psychologische bladen of biofysische bladen. Zo. Ja. Er waren natuurlijk heel veel biofysici in dat instituut. Maar toen ik kwam in 60 was Sanders de enige psycholoog die er was. En dat is uitgebreid. En toen ik wegging waren er een stuk of 8, 9. Ja. En wanneer bent u daar weggegaan, precies? Ik ben daar uiteindelijk in 73. Ja, ja. Maar 71 heb ik 1 been naar Groningen verplaatst. Want daar kon u hoogleraar experimentele psychologie? Daar ben ik hoogleraar experimentele psychologie en verkeerskunde geworden. Oh, ja. Ik had dus een bankstijl kunnen zeggen. Ja, ja. En hoe lang heeft u in Groningen gezeten? Ik heb tot, wat zal het tot geweest zijn? 92 heb ik daar gezeten, ja. Ja, ja. Dus aanvankelijk dan op die 2 leerstoelen. Dat was namelijk net toen de vacature experimentele psychologie daar vrij kwam. Functieleer heette dat toen. De Vereniging Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum. Een conctie van de wegenbouwers in het noorden. Die kwamen met een geschenk aan de universiteit. Die hadden een 50-jarig bestaan of zoiets. En die schonken een leerstoel, een bijzonder hoogleraarschap, verkeerskunde aan de universiteit. En toen dacht de universiteit, nou dat is dan mooi. Dan hebben we meteen de man die... ik had in Soesterberg inmiddels, was ik hoofd van de afdeling verkeerskunde. Verkeersgedrag heette dat daar. Dus die dag, gedrag, ja. En in Groningen ben ik dus zowel op de leerstoel functieleer als op de bijzondere leerstoel. Die functieleer was een organieke, gewone leerstoel die ik overigens aanvankelijk als buitengewoon 2 jaar bekleed heb tot er een laboratorium was. Want mijn voorganger zat op zolder ergens. En had geen laboratorium. Dus ik heb gezegd, ik kom alleen als er een laboratorium komt. Nou, dat is best, vonden ze. Dus toen hebben ze in het nieuwe biologisch centrum hebben ze een hele halve verdieping voor mij ontruimd. Uit de planning van de biologen gehaald. En daar is het psychologisch laboratorium gekomen. Dus daar heb ik gezeten. En toen voor de verkeerskunde, die ook alsmaar groeide tot ik een duur
had ik, hoeveel mensen had ik lopen, 25 of zo, die allemaal met verkeer bezig waren. En dat waren allemaal psychologen? Of dat... Nee, aanvankelijk wel, maar daar zijn een paar economen bijgekomen en een paar medici en wat nog meer. Wat voor soort onderzoek deed u dan? Rijgedrag, hè, dat lag dicht bij huis natuurlijk. Hè. Ook gedrag van voetgangers. Dat zou tegenwoordig door artificial intelligence mensen en van die filmers die een zwerm vogels ja. proberen te simuleren, zou dat nu gedaan kunnen worden. Dus er zouden ook artificial intelligence mensen terecht gekund hebben. Werd het toen geobserveerd? Werd geobserveerd. Ja, ja. Ik ben wel eens met een groep studenten. Ja. Hebben we een leuk experimentje gedaan waarbij we oversteekgedrag op oversteekplaatsen met en zonder licht. En als je dan, dat waren nog eens oude tijden, als je iemand in een keurig driedelig pak door een rood licht, overvoetgangers oversteeklicht heen stuurde, als het rood was, dan ging de meute erachteraan. Als het iemand was met een spijkerbroek of een versleten kloffie aan, dan bleef de rest gewoon staan. Ja. Gehoorzaamheid aan autoriteit was toen nog vrij sterk. Dit speelt net bij het begin van de universitaire revolutie. Hè. Dus ik ben daar in de jaren 70 dus eigenlijk. Ik ben in 71 begonnen daar met colleges. Ja. En toen was het net raak. Ja. De hoogleraar sociale psychologie ging ergens anders zitten als de studenten zeiden, professor, we hebben je kamer nodig. Dan zei hij, dank u wel alsjeblieft, heren, dames, gaat u gang. Ton Rechtien waarde toen rond en deelde voor de meest knullige onderzoekjes sociale psychologie honderden punten uit. Toen ik op een gegeven moment voorzitter werd van het college van beroep, heb ik, weet niet wat moeten rechtzetten op het gebied van ten onrechte verleende sociaal psychologische studiepunten. Dat was toen allemaal begin van de jaren 70. En ik ging daar dus college geven, de eerste paar jaren. En daar trok ik dan mijn visgraadje voor aan. Want ik wou mij dus echt helemaal distancieren van die hele beweging. Ik heb één keer zo'n club gehad die zei van nu is het staking. En die heb ik de deur uitgekregen. Ik kan me er nu wel beroepen, want het is lang genoeg geleden. Maar het is echt historisch. Ja. Van komen jullie na mijn college maar terug. Want ik heb hier anderhalf uur in de trein gezeten. Hè? En ik kom hier niet om dan vervolgens niet te kunnen doen waar ik voor ingehuurd ben. Nou, daar hadden ze begrip, kom naar mijn college maar terug. Daar hadden ze begrip voor. Dus ze zijn afgedropen. Ja, ja. Maar dat kon dus met een visgraadje en dat soort dingen. Kon dat nog, ja. Hoe zat dat met de collega's in Groningen? Waren die ook allemaal in visgraad of hadden die nog... Nee. Hutte voor de sociale psychologie en Van Strien. Pieter van Strien. Dat Rechtien was trouwens iemand die bij Van Strien zat. En dan heb je het eigenlijk wel ongeveer gehad. Hofstee was aan de goede kant, maar erg geneigd tot... onderhandelen, daar heeft hij ook veel onderzoek over gedaan. Ja. Dat had Wilke ook een beetje. Maar de meeste, behalve die twee dus, was het dus inderdaad het academisch vaandel overeind houden. Ja. En we hebben inderdaad één keer een beroep moeten doen op een oud recht dat hoogleraren hebben. Er kwam een oekase van uit de studentengeledingen van er mag geen statistiekcollege meer gegeven worden. Dat was te moeilijk of te ingewikkeld. En toen zijn wij als hoogleraren bij elkaar gekomen en hebben dus unaniem gezegd non possumus. Dit kunnen wij niet. Of dat willen we niet, maar in ieder geval, dat is dus was een regeling in het oude hoogleraarenreglement. Je kon je verzetten
tegen beslissingen van wie dan ook in de universiteit. Omdat je tenslotte het vak, jij was het vak. Ja. Dat is tegenwoordig ook wel anders, maar toen waren wij nog het vak. En het vak vond dus dat het vak ook gegeven moest worden. En wij hebben dus een brief naar het college van bestuur gesproken dat we daar niet op in zouden gaan, non possumus. En u bent, u heeft al met al zo'n 20 jaar gewerkt in Groningen. Bent weer, bent toen directeur geworden van, van de Nederlands Vereniging voor, sorry, de Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving in Leiden. Ja, dat is een NWO-instituut. Dat was een NWO-instituut. Ja, van waar die omslag richting, was dat toch weer de oude liefde voor de criminologie ook? Ja, dat was de aanleiding van mensen om mij voor deze functie te vragen. Je had destijds de beroemde, of de befaamde, laat ik zo zeggen, Albert Mulder, ooit secretaris-generaal van Justitie en ooit voorzitter van, een interim voorzitter van NWO, ZWO, dat toen bezig was NWO te worden. En die NWO Nieuwe Stijl had vastgesteld dat er een, ook in de alfa-gamma-sfeer instituten moesten komen, terwijl er aanvankelijk alleen maar beta-instituten waren. En het NSCR was daar er één van. En toen had iemand zich herinnerd dat ik een stage bij Pomper en Kemper had gelopen. Pomper was natuurlijk een torenhoge jurist. Daar wie ook de Pomper-kliniek... Nee, Pomper was echt belangrijk, Kemper was een criminoloog, dus juridisch gezien niet belangrijk. Maar Pompen was een, je had een 5 of 6 van dat soort juristen die zowel lid van de Hoge Raad konden zijn als hoogleraar. Dat was heel belangrijk, een zeer beminnelijk man ook hoor. Maar goed, daar had ik dus 2 jaar, was ik assistent geweest. Ik had ook een scriptie geschreven, ik had een artikel, 2 artikelen gepubliceerd. Dus men herinnerde zich dat. En ik kwam terug uit Amerika in die jaren en daar had ik meegemaakt dat je daar als full professor nog iets in de melk te brokkelen had. Als aan het begin van het jaar werd je uitgenodigd bij de decaan, ik niet, want ik was mijn gast, en de full professors konden dan hun wensen, lees eisen, op tafel leggen voor het nieuwe jaar. Zoals John Anderson bijvoorbeeld, niet de eerste de beste, die zei, ik heb volgend jaar 3 extra kamers nodig en een secretaresse. Jawel professor, daar zorgen we dan voor. Is het erg dat daar een kamer van iemand anders tussen zit? Ja, dat vond hij erg, dus nou. Zo ging dat en toen ik terugkwam dacht ik, de universiteit is niet meer... Mijn idee van de universiteit, ik overdrijf wat hoor. Maar toen heb ik dat eens een keer gelanceerd, zo in een gesprekje tegen iemand gezegd, die later in de voorbereidingscommissie voor dat nieuwe instituut zit en zegt, Michon wil misschien wel, enzovoort. Dus dat wou Michon eigenlijk ook wel. Ik had vroeger, heel vroeger wel eens gezegd, ik wil... Als het ware mijn carrière als een drieluik opbouwen. Dus ik was 13 jaar bij TNO geweest, 20 jaar in Groningen. En ik dacht, ik heb nog 10 jaar, 12 jaar te gaan. Weet je wat, dit is een mooi moment. En ik krijg dan weer wat te vertellen. Als directeur van het NWO-instituut heb je weer wat te vertellen, dat is ook zo. En het onderwerp interesseerde mij nog steeds. Dus ik ben daar ingestapt... dat instituut is ook redelijk gegroeid. Kennelijk heb ik mij daar wat te veel gedistanceerd van de wensen van het ministerie, want ik merkte op een gegeven ogenblik dat het ministerie mij uiteindelijk liever kwijt dan rijk was. En hoe merkt u dat? Er was een bestuur en in dat bestuur verschenen 2 zetbazen, een bazin en een baas van het ministerie.
Ik was aangenomen met de uitdrukkelijke mededeling van de benoemingscommissie van u wordt benoemd om u, ik zeg het wat kort door de bocht, om u het ministerie van het lijf te houden. Want men vreesde voor het feit, ze hadden al het WODC en nu kreeg NWO er een instituut bij dat toch makkelijk kon overlappen met WODC en dus kreeg het ministerie op den duur wel in de gaten dat het misschien toch handiger was, organisatorisch, om dan wat zwaarder, een zwaardere vinger in de pap te hebben. Maar goed, tegen die tijd dat dat zich begon te openbaren, werd het tijd voor het derde vijfjarenplan. En ik, op dat moment had ik nog 1 of 2 jaar te gaan voor mijn afvloeiing sowieso. En toen heb ik gedacht van, ja, weet je wat, ik ga daar geen plan zitten maken voor iets wat misschien niet in goede aarde valt. Dat had gekund. Ja. En waarom trek ik mij dan nu niet terug bij de vakgroep functieleer hier? Hier in Leiden. Dus ik heb daar nog 2 jaar als een soort gasthoogleraar heb ik daar gezeten. Eindelijk met een... Met als hoogleraar psychonomie. Ja, want u bent ook initiatiefnemer geweest van de Stichting voor Psychonomie. Daar misschien nog iets over vertellen? Ja, daar wil ik best wat over vertellen. Dat is, ik heb dat trouwens inmiddels gedaan voor het blad van de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie. Dus dat stukje geschiedenis. Kan de luisteraar of de kijker kan dat nalezen als die dat wil. Deze serie is nadrukkelijk bedoeld ook voor een jongere generatie psychologie studenten. Ja, dat begrijp ik. Dit stuk wat ik geschreven heb ook al. Ja. Maar nee, op een gegeven ogenblik werd het duidelijk dat de experimentele psychologie, of de functieleer zoals het dan genoemd wordt, of de psychonomie zoals het wat later genoemd is, hoge ogen begon te gooien. Er waren dus een paar centra, het IZF in Soesterberg. Er zat een goede groep in Amsterdam, rond Vrijda. Begon hier en daar, was de oude garde aan het weggaan. En er zat hier en daar ook wat meer individuele motor. Linschoten, die helaas overleed, maar Van der Geer, die dus heel sterk bevorderd heeft dat de functieleer. John van der Geer, uw promotor, was dat? Is mijn promotor geweest, in mijn geval, omdat Linschoten overleed. Ik zou promoveren bij Linschoten. Ja, ja. En die overleed. En toen heeft John van der Geer, die als adviseur bij in Soesterberg werkte, heeft gezegd, nou, kom bij mij als je dat wilt. Ja. En dat heb ik gedaan. Dus hij is mijn promotor en heeft dus veel gedaan ook om dat initiatief van Leeveld en mij om een stichting voor psychonomie op te zetten, om dat te ondersteunen. Kwam het ook voort uit een soort wat duidelijker onderscheid maken tussen een wat zachtere kant van de psychologie en de wat hardere kant? Dat is heel duidelijk de aanleiding geweest. De psychologie moest het stellen met bijzonder weinig geld van NWO, of van ZWO zoals het toen nog heette. Dus op een gegeven ogenblik hadden Leeuwald en ik gezegd, nou, we moeten, het neemt toch toe. En we krijgen nu die cognitieve psychologie het wordt wat. We waren ook allebei net in Amerika bezig. Het wordt wat, het wordt net weg. Het wordt zinvol om ons op een of andere manier te gaan netwerken en een vuist te maken. Wat voor vuist? Misschien gewoon in de lucht of om op je duim te kunnen zuigen, dat weet ik niet. Maar om elkaar, initiatief te laten ontplooien en wat iets meer zijn. Dus we hadden gewoon een dag georganiseerd voor experimenteel psychologen in Soesterberg.
En Soesterberg was toch een van de sterke punten inmiddels, want er zaten toen al 5 of 6 psychonomen, zal ik ze dan maar even noemen. En we hebben die met groot succes die dag georganiseerd. Het was schitterend weer en we zijn dus tussen de middag. We hadden dus gevraagd, breng je zwembroek mee, zwempak, er waren ook dames bij, zwempak mee. En dan gaan we, als het goed weer is, gaan we tussen de middag in het Soester Natuurbad zwemmen, hebben we gedaan. En aan het eind werd er vastgesteld dat het tijd was voor een stichting voor psychonomie. Die kreeg die waarde toen rond, die was uit Amerika komen overwaaien, hadden Pim en ik meegebracht. En toen is er dus besloten dat we naar een notaris zouden gaan om een stichting op te zetten. Dat zouden Leveld en ik eerst samen doen, maar toen kwam Van der Geer met een wijze opmerking en zei, ja, maar jullie zijn nog niet zwaar genoeg. We waren net aan het promoveren ongeveer. Je moet iemand hebben die al naam en faam heeft. Dus we hebben de zaal rondgekeken, wie had er al naam en faam? Nou, Nico Vrijda had duidelijk naam en faam. En toen zijn wij dus met ons drieën naar een notaris in Amsterdam gegaan, hebben ons geïncorporeerd als Stichting voor Psychonomie. Stichting is leuk, want dan heb je alles voor het zeggen. Je moet alleen je achterban wel te vriend houden. Dus dat stond in het reglement gehoord, de algemene vergadering. Ja. Dat hebben we ook trouw gedaan, want ik denk dat we er iets moois van gemaakt hebben. Maar die is toen begonnen, die stichting, met allerlei werkgroepen en dat is eigenlijk het cruciale punt, een systeem waarbij we elkaars onderzoeksvoorstellen voor NWO, ZWO, beoordeelden op kwaliteit en coherentie en zinvolheid, wat dan niet. En toen, kort daarop, denk na een jaar ongeveer, of misschien hetzelfde jaar al wel, of twee, zou ik moeten terugrekenen, was het nieuwe gebouw van het IZF klaar. En dat werd geopend, heel groot, alle bobo's op wetenschapsgebied en een heleboel goud en galons en dergelijke. En wij liepen er dus ook rond, Pim Leeuwenhand en ik. En op een gegeven ogenblik kwam iemand ons vertellen dat de directeur van ZWO ons wenste te spreken. En goed, wij dus naar de directeur van ZWO. Dat is niet een bestuurslid, maar de directeur. En die zei, ik heb van dat initiatief gehoord. En wij zijn denken bij ZWO na over uitbreiding van het gebied, zodat we niet alleen maar met exacte vakken zitten, maar ook met andere vakken. En ik heb gehoord van jullie initiatief. Als jullie in de komende 3 jaar laat zien dat de voorstellen die je indient er bij ZWO doorheen komen, dan krijg je een erkenning als ZWO-stichting. Dat hebben we in onze oren geknoopt en toen is er dus een heel proces of een procedure ontwikkeld om goede voorstellen op te schrijven en in te dienen bij ZWO. En die gingen dan als pakket naar ZWO en werden daar dan door de bestaande molen van commissies en dergelijke bekeken. En na de omkomst van 3 jaar, al iets eerder, kwam er bericht uit Den Haag dat het allemaal gedreuteld was, zoals het dan in Martin Toonderse taal heet. En dat wij dus erkend zouden worden als Stichting voor Psychonomie. En dat had één nadeel. Alles wat leuk was, moest eruit. Er was dus geen lezingen meer en geen uitjes en geen bezinningsconferenties en dergelijke. Dat doe je maar in je eigen tijd, werd er gezegd. In verband met de tijd voor de interview. Ja. Als u terugblikt op uw wetenschappelijke oeuvre, is er dan één bepaalde publicatie, boek, waar u het meest trots op bent? Is daar een... Ik ben redelijk trots op één toegepaste publicatie. En dat is het boek over GIDS, de Generic Intelligent Driver Support. Wij hebben een keer een zeer groot project
gedaan in Europees verband met 13 participanten uit 7 landen. Ik ga niet in de details, want dan lopen we zeker uit de tijd. Maar dat is uiteindelijk ging er om een automatische robot bijrijder te ontwikkelen. We mochten niet een automatische auto ontwikkelen. Nee, het moest iets zijn dat de menselijke bestuurder zou ondersteunen. Nou, dat hebben we gedaan met behulp van een aantal gerenommeerde instituten, TNO, mijn instituut in Groningen. Dat ook de projectleiderfunctie vervulde. 3 automerken, 4 zelfs. Renault. Citroën. BMW. BMW. Want die stond volgens mij in Groningen. Dat was een proefauto, als ik me goed. Ja, BMW. Ja. En een van die 2 Zweedse merken. Ja, Saab. Saab. Ja. Niet de overgeblevene, maar Saab. En uiteindelijk Ford Engeland, dat toen onder een andere firma viel, Aerospace of iets dergelijks. Maar allerlei kunstmatige intelligentie-instanties ook. Philips heeft er een poos aan meegewerkt. En daar is uit naar voren gekomen de principes van het geïntegreerde intelligente ondersteuningssysteem voor auto's. En Wil Jansen, een van de mensen van Soesterberg, die een paar jaar terug, 3, 4, 5 jaar terug nog eens in Amerika geweest is, nu de automatische auto begint op te komen. Die kwam terug, helemaal trots. En die zei, nou, ik heb gemerkt, ze zijn daar en verder inmiddels, maar ons boek wordt beschouwd als het Oude Testament van deze hele branche. Dus daar ben ik eigenlijk wel trots op. Dat is eigenlijk voor een modale psycholoog een gigantisch project. Afsluitende vraag, denk ik nu. U zit weer op de middelbare school. Staat er voor de keuze om een studie te kiezen? Wat zou het worden? Zou het via sterrenkunde weer psychologie worden? Of? Nou, nee, niet via sterrenkunde. Sterrenkunde is buitengewoon belangrijk. Dus als je echt de wiskunde uit je mouw schudt, en dat is een belangrijk iets. Je moet dan echt los zijn op alles wat wiskunde lijkt. En je moet dat lezen alsof je met Pinkeltje bezig bent. Anders moet je er niet aan beginnen, want het is echt heel ingewikkeld geworden. Met een modale of net bovenmodaal inzicht in wiskunde kun je uitstekend cognitive science of hoe het neurocognitie of hoe je het wil gaan doen. Het is een buitengewoon veel interessanter vak geworden, want ik ben psycholoog. Ja. Ik weet nauwelijks iets van al die bedrading daarbinnen. En die jongens en meisjes die dat nu doen, die krijgen dat van mensen als dat voelt me in ieder geval van de huidige generatie, krijgen ze al dat soort dingen mee. Ja. Dus daar zit heel veel, dus brain and cognition is een wonderbaarlijk levend veld waar je iedere dag tegen een verrassing aanloopt. De allernieuwste verrassing voor leken dan, een half leken, is het nieuwe boek van De Hane. Ja. Stanislas De Hane, Fransman. Wiskundige psycholoog en neurofysioloog die probeert om een stapje dichter bij het bewustzijn te komen. En zoekt dat dus in de zeer lange bedradingen die hier en daar in het brein aanwezig zijn. Ik weet waar hij het over heeft, want hij heeft ook een keer de Heinekenprijs voor de cognitie gekregen. Maar dit is een leuk boek om in de trein te lezen of als je zegt van nou ik wil even bijlezen hoe het in de psychologie of in de cognitiewetenschappen eraan toe gaat. Maar cognitive science is het vak
voor de toekomst. Want ons brein is nog een graadje ingewikkelder dan dat hele universum daarbuiten. In die zin heb ik het mezelf dus, om even de zaak terug te breien naar het begin, heb ik het me wel moeilijker gemaakt in plaats van makkelijker door te zeggen van laat die hemel maar op zichzelf passen, ik ga de psychologie doen. Dat lijkt me een heel mooi einde. Heel erg bedankt. Goed, dat was niet ingestudeerd. Nee, wel heel mooi.